staan hier vandaag bij het Nordic omdat hier een groep jongeren meedoet aan het NK debatteren. Morgen gaan hun naar Utrecht om de competitie te voeren en wij vragen ze vandaag, hoe zie je het voor je en heb je er een beetje zin in? Ja, we hebben hier op school eigenlijk al best lang een debatclub en ik zit er het minst lang bij van allemaal. Maar ik heb er wel wat dingen over gehoord en ik dacht van daar moet ik bij. En eigenlijk kwamen toen de wedstrijden vanzelf en daar doen we nu aan mee. En we zijn eigenlijk best wel ver gekomen nu al. Eigenlijk vanaf klas 1 eigenlijk, puur bij toeval, zit ik bij de debatclub. Zo mezelf elk jaar ietsjes verder omhoog gewerkt. Op een gegeven moment dan krijg je de vraag of je mee wil doen aan een wedstrijd hier, een wedstrijd daar. En vervolgens het NK. Dus zo gezegd, zo gedaan. De vraag, wil je meedoen aan het NK? Tuurlijk. Inmiddels de tweede, derde keer, denk ik. Dus dit jaar weer er tegenaan. Ja, in totaal hebben we 4 debatten. En we hebben 2 stellingen van tevoren al gekregen. Die hebben we helemaal voorbereid. We weten nog niet of we de voor- of de tegenkant moeten krijgen, zeg maar. En die hebben we helemaal voorbereid. En we krijgen morgen ook nog 2 improvisatiestellingen. Mag je helemaal niks opzoeken. Moet je alles helemaal zelf bedenken en zo. En dan hebben we in totaal 4 debatten gehad. We zijn al goed bezig. En we hebben eigenlijk alles al voorbereid. Dus misschien de laatste puntjes op de i. Even nog 1 keer met z'n allen samen doorkijken. En dan zijn we er helemaal klaar voor. Onze school heeft het heel erg vaak geflikt om tot NK te komen, zeg maar. En vorig jaar hebben ik en Jaron het ook tot het NK geschopt. Dus voor ons was het wel redelijk in het verschiet om ook in het NK te komen, zeg maar. Ja, het is wel echt veel lessen missen. Ik heb deze week geen echte les meer gehad, zeg maar. Misschien komt het ook, zeg maar, omdat we redelijk vroeg van tevoren begonnen. Maar inderdaad, wat Jaron net zei, het is veel inzien van, wat kan die ander mogelijk zeggen en wat hebben wij daar dan weer voor reactie op en uitwerken, veel bronnen lezen. Deze keer is het in Utrecht Stedelijk Gymnasium op een andere school. Vroeg weg, iets van 7:30 of zo vertrekken we hier met de auto van school op naar Utrecht. Hele dag debatteren, aan het eind van de dag dood op, kan je niet meer. En lekker uit eten, ongeacht de winst of niet. En dan rond een uurtje of 11 zijn we weer een keer thuis. Dus een drukke dag, lange dag. Het gaat helemaal goed komen. Ik vind het een beetje spannend, maar het wordt zeker leuk. Beetje spannend, maar weet je, ik hou wel van een challenge. Gezonde spanning, laten we het zo zeggen. Nee, nerveus na een paar keer. Het wordt wel iets minder, maar je hebt nog steeds wel een beetje, ja, een soort van kriebeltje in je buik van de spanning, zeg maar, om het zo te zeggen. Dus ja, een beetje. Ik ben redelijk overtuigd van ons kunnen. Dus natuurlijk is er nog wel iets spanning, want je weet niet precies hoe dingen zullen gaan lopen. Maar ik ben er wel van overtuigd dat we onszelf goed kunnen neerzetten. Ik vind het doodeng. Echt doodeng. De vorige keer kreeg ik pas in de trein uitgelegd hoe ik het eigenlijk moest doen. Maar het ging goed en het NK gaat ook gewoon goed. Dus wat hij zei, we gaan het sowieso al kunnen.